Vrienden en fans, welkom bij Dreamlight Valley. We gaan weer een leuk afleveringetje doen. Vergeet niet dat als je de video leuk vindt om even te liken of te abonneren als je nieuw bent. En dan gaan we lekker beginnen. Veel kijkplezier. Welkom, wat leuk dat je weer geklikt hebt. We gaan lekker verder. En waar waren we ook alweer mee bezig? Inderdaad, met de Mysterious Wreck. Gather the materials and repair the wrecked raft and find out who's lost at sea. En daarvoor moesten we namelijk wat hardhout halen, of vinden. En dat konden we doen in de Valor of Force, of de Force of Valor. En dat is hier, dus we gaan eventjes wat pakken. En dan hopen dat ik al wat heb. Nou, ik heb er 5. Dat is niet genoeg. We moeten er 30 hebben. Dat is hartstikke veel. Hey, ik zie weer wat glinsteren. Laten we eens even kijken of hier wat boeiends ligt. Misschien een emerald. Dat moeten we namelijk ook nog hebben. Oh, ja, wat jammer. Een Dream Shard. Niet dat dat erg is, maar ik heb toch liever een, emerald. Ik zou dan natuurlijk het kunnen proberen even die rotsen. Even kijken of er een emerald in zit. Kom op. Geef me een emerald. Nee, dat is geen emerald. Of wel? Nee, dat was geen emerald. Ja, ik zie dat. We hebben maar eentje. Oh, wat jammer zeg. Hier zo hebben we ook nog een rots. En daar ben ik nu pas achter gekomen. Er zit namelijk naast de trap in het hoekje. Kom op. Nee, er zit geen emerald. Wel een onyx. We moeten natuurlijk ook de dorens weg blijven halen. Dat vergeet ik soms gewoon een beetje. Dan ben ik grote druk met altijd dat dingen. Oh, dat zijn allemaal coins. Kom op, geef me wat coins. Altijd handig om te hebben. Goed, misschien dat we aan de andere kant nog een emerald kunnen vinden. Dat zit namelijk hier. Het is zo verschrikkelijk moeilijk om in dit spel emeralds te vinden. Het is niet normaal. Het is net alsof het spel gewoon het extra doet. Net zoals het hout trouwens. Dat is ook best wel schaars. Nou ja, niet per se schaars, maar er ligt meer softwood dan dat we hardwood vinden. Kijk, hier zo ligt ook nog wat. Dat was softwood. Wat donker is, hardhout. Dus dat moeten we hebben. En ik maak deze video heel vroeg. En dat is ook heel erg leuk, want we zijn nu eindelijk een keertje in het spel dat het echt ochtend is. We gaan eventjes hier zo graven. Komt-ie maar. Dankjewel. We hebben trouwens ook nog een harvest die we kunnen oogsten. Dus dat gaan we ook eventjes doen. We hebben hier nog wat graan. We hebben wat worteltjes. Wat we trouwens ook nog moeten hebben, dat is iron ingot. En dat is dus ijzer. Maar dat had ik volgens mij ergens. Maar ik weet niet meer waar. Ik ga eventjes kijken in mijn koffertje. Waar had ik dat verstopt? Oh, hier heb ik het. Huh? Ik heb er al 11. Dat is iron ore. Oh god, wat is iron ingot dan? Oké, ik vind iets, maar het is geen emerald. Waar liggen ze in godsnaam? Wat is dit, joh? Nou, ik moest toch weer wat opzoeken, want anders kom ik gewoon niet verder. Klei, dat kunnen we namelijk krijgen hier in de Glade of Trust. Maar ik kan daar niet heen, want ik heb daar niet genoeg Dreamlights voor. Althans, dat weet ik eigenlijk niet. Hoeveel hebben we nu? We kunnen 250. Ja, dat wordt, ik heb 2400. Ga ik dat redden? We kunnen hier sowieso een gem pakken. Laten we dat ook eventjes doen. En dan ben ik heel erg moe, dus we moeten eventjes wat eten. Nou, ik heb geen zin om de hele tijd naar mijn huis te gaan, dus ik ga even snel wat koken. Even kijken, wat ga ik maken? Worteltjes, graan. Ik doe er ook wat sla bij, want daar hebben we toch heel veel van. En een banaan. Laten we eens even kijken wat dit wordt. Oh, dat worden crackers. Oké, dat is een beetje zonde misschien. Nou ja, we kunnen gewoon dit doen. En dan koken. Dan hebben we nog een keer crackers. Kunnen we snel wat maken? Even kijken. Tomaat en graan. Laten we dat doen. Veggie. Oh, dat kan niet. Ik heb geen wortels. Jawel. Ik heb toch wortels? Kijken. Tomaat. En graan. Laten we dat doen. Juist. Kijk. Hartstikke mooi. Het is wel apart. Dat als je zeg maar in het huis van Govi bent, dat je dan niet oplaat. Dat is wel raar. Nou, laten we eventjes dat gaan eten. Dankjewel. Oh, dat valt tegen. Dat is niet heel veel. Oh, nu ineens wel. Oké. Apart. Nou, eens even kijken hoe we bij dat Glade of Trust komen. Want daar moeten we natuurlijk ook een keer heen. We hebben hier nog wat hout. Wat hardhout volgens mij. Dit is donker hout, dus ik denk dat dat hardhout is. Ligt er nog meer? Als we toch bezig zijn. Jazeker, hier ligt nog wat. Ja, ik heb het idee dat dit wel een grote opdracht is die we nu aan het doen zijn. Want dit gaat wel even duren. We hebben hier een schatkist. Wat is dat? Dat is een orb. Oh, dat is een coin. 200 coins, dat is mooi. Nou, dan gaan we even graven. Misschien ligt hier nog wat interessants. Een dream shard en nog een dream shard. Kom op, spel. Geef me geluk. Ook niet. Ook weer niks. Kijk,
Dat is dus de Glade of Trust. En daar moeten we naartoe. Oh, dat kost 5000. En dat heb ik niet. Oh, wat jammer. We kunnen wel 50 van die... Oh, coke hebben we ook nog gedaan. Oh, dat is fijn. Ja, dus we moeten eigenlijk nog het dubbele hebben van wat we nu hebben. We hebben nu 2600 en we moeten 5000 hebben. Dat is veel. Dat is heel veel. En toen had ik me eens eventjes omgekleed. En daarmee krijgen we ook weer wat Dreamlights. Hoppatee, 50 erbij. Het is niet veel, maar het komt goed. Even kijken, waar kunnen we nog meer Dreamlights mee verdienen? Harvest 3 fruit. Sell 2 meals. Oh, dat kan dus ook nog. Kijk, hoppatee, dat hebben we gedaan. Dus kunnen we 100 doen. En dan is het ook nog, even kijken, 2 maaltijden verkopen. Heb ik maaltijden? Nee, die heb ik allemaal opgevreten. Dus dat moeten we eventjes maken en dan verkopen. Nou, ik denk dat we dat best wel makkelijk kunnen... Wat gebeurt hier? Laten we dan gewoon even kijken. Ja, laten we dit doen. Huh? Wat gebeurt er? Laten we dan 2 crackers maken en die verkopen. Nog een keertje. Want ik wil gewoon heel snel Dreamlights hebben. Nou, waar gaan we dat verkopen? Ik denk dat het gewoon lekker hier zou doen. Nou, 4 coins. Dat is helemaal niks. Maar goed, we krijgen er wel weer wat voor terug. Never mind. Oh. Kijk, hoppatee. Kunnen we dat ook doen? Krijgen we ook 200 voor. Oh, we kunnen ook 3 vissen vangen in de Forest of Valor. En toen was ik geteleporteerd naar de andere kant van de map. En dan gaan we eens eventjes vissen. Ja, sommige dingen in dit spel duren gewoon heel lang. Duurt gewoon heel lang. Zijn grote missies zoals dit eigenlijk. Duurt gewoon lang. Want we moeten allemaal dingen vrij spelen. Weet ik het allemaal. Oké, goed. Daar gaan we. We gaan eventjes vissen. Als dat lukt. Ja, dankjewel. Eens even kijken. Oh, Remy komt er ook bij. Gezellig. Misschien kunnen we die quest voor Remy doen. Oh, wat jammer. Ik mis hem. Kom op. Hey, daar hebben we hem. Rainbow Trout. Dus het is 1 van de 3. We moeten er nog 2. Ja, Remy, ik weet het. We gaan straks Remy doen, denk ik. Waar is nog meer een mooie vis? Ja, hier. Maar volgens mij, ik kan dat niet vangen op de een of andere manier. Omdat het blauw is. Waarom staat hier die bomen net in mijn gezicht? Oké, we gaan het proberen. Kom op, spel. Werk mee. Kom op. Ja, oh. Dit hebben we nog nooit gehad. Een karper. Kijk, cashfish van de veder. Ja, nice. Hoppatee. Maar dat was niet de opdracht. We moesten namelijk 3 vissen vangen, toch of niet? Nou goed, ik ben lekker aan het wandelen in het bos. Ik heb ondertussen de helft van het hout wat ik moet hebben. En we hebben hier weer een visje. Kijk, hoppatee. En dan hadden we een bas gevonden. Kijk, en dan krijgen we ook weer wat Dreamlights 150. Plant 5 vegetables. Oh, dat is niet moeilijk. En zoals jullie kunnen zien is mijn inventory weer helemaal vol. Dus dat gaan we eventjes managen. Goed, ik heb het eventjes een beetje gemanaged zodat we weer wat verder kunnen spelen. En dan moesten we 5 vegetables, oftewel 5 groenten planten. Nou, laten we dat gaan doen. Ik heb 3 tomaten. Yes. Zo, dat is 3. En toen was ik weer moe. Dus ik ga eventjes in mijn huisje opladen. En dan plant ik... Hoppatee, kijk. En hebben we dat ook gedaan. Laten we gelijk de rest ook doen, waarom niet? Wacht even, zat ik toch meer van? Wat is het nou? Nou, dit gaat allemaal nat. En dan kan dat ook lekker groeien. En dan hebben we nu 3300 Dreamlights. Take a picture, 50. Nou, dat is ook niet heel lastig, denk ik. We hebben ook een fotootje gemaakt. Dat komt er ook bij. Have a daily discussion. Remove 4 night thorns. Oh. Ja, ik vergeet dat de hele tijd. Dat we natuurlijk ook die nachthorns weg moeten halen. Anders komen we natuurlijk ook niet verder in het spel. En daar komt de laatste. Dankjewel. Hier hebben we nog wat hout. Catch 3 fish from Dessel Beach. Dus we gaan even naar het strand en dan gaan we lekker vissen. Ja, we zijn druk bezig om in... hoe heette dat nou ook alweer? Hoe heette het? De? Forgotten Lands? Nee, daar wil ik niet heen. Ik wil naar de Glade of Trust. Kijk, Mickey Mouse hier is al lekker aan het vissen. Nou, daar ga ik. Het is ook rood, dus het is volgens mij betekent dat het moeilijk is, denk ik. Kom op. Yes. Oh, wat is dat? Een zwaardvis. Oh, dat is vet. Laten we eens even kijken wat ik hier ga vangen. Dat was een rainbowvis. Wat zit hierin? Misschien een foto of een stukje van de puzzel. Laat het maar zien. Oh, dat is wat anders. Dat is denk ik iets wat met kleding te maken heeft. Wat is het? Laat het maar zien. Oh, een bank. Oké. En ik ga gewoon lekker door met vissen.
En toen hadden we dat ook gedaan en daarvoor krijgen we 150 Dreamlights. Even kijken, mijn 4 rockspots in de plaza. Ik zag trouwens hier zo een deur bewegen. Misschien dat we daar eventjes kunnen kijken. Wat is dit? Oh, dat is niks. Oh, dat is jammer. Goed, ik ga teleporteren naar de plaza. En dan gaan we eens eventjes rocks minen of zoiets. Maar dat doe ik niet voordat ik weer eventjes opgeladen ben. Ja, het is een grote opdracht. We gaan eventjes even kijken. We gaan eventjes scheppen. Even kijken wat dit is. Oké. Nou, ik heb er 2 van de 4 gedaan. En dan gaan we door naar deze. Hey, we hebben hem gedaan. En we hebben ook weer een gem gevonden waar we op dit moment niks aan hebben. Helaas. Goed, hier krijgen we 200 voor. Oh, dit is een makkelijke. Prepare a meal. Crackers. Ja, ik blijf net zo lang doorgaan totdat we in... Ik weet weer niet hoe het heet. Voordat we zijn waar we klei kunnen kopen. Of harvesten. Goed, we hebben onze crackertjes gemaakt. En dan zouden we weer Dreamlights kunnen harvesten. Hoppatee. 4100 jongens, we gaan lekker. Have a daily discussion. Prepare 4-star meal bedden. Nou, dat weet ik niet. We gaan dit doen. Have a daily discussion. 100. Govi, we gaan praten met elkaar. Eens even kijken. What's up, Govi? Uncle Switch is well neighbor, he's been giving me lots of bla bla bla. It's nice to help. Jongens, ik wil gewoon heel snel dat klei hebben. Ik wil gewoon die opdracht kunnen doen. In ieder geval, we zijn lekker aan het praten met Govi. En daarmee hebben we ook weer wat extra punten. 100 erbij. Bring a friend their favorite gift. Is dat te doen? Govi, wat wil jij hebben? Hij wil een emerald. Nou, dat krijg je sowieso niet, Govi. Hij wil ook oregano. Heb ik dat? Nee, dat heb ik niet. Maar dat kan ik wel krijgen, volgens mij. Volgens mij ligt dat letterlijk voor mijn neus hier. Waar lag dat? Ik heb het gezien. Ik weet het zeker. Ik pak even wat hout op. Ik weet zeker dat ik het heb gezien. Volgens mij was het bij mijn huisje. Daar groeide het, volgens mij. Kom op, waar is het? Hier. Hier voor, ja, voor mijn huisje. Oregano. Of niet? Dit is het, toch? Ja, oregano. Oké, mooi. Dan gaan we naar Govi toe. Govi. En zo zijn we toch lekker bezig. Het gaat goed. Oh god, ik hoop dat hij nog steeds hetzelfde wil. Ja, nog steeds. Oké, mooi. Kijk, hoppatee. Dat wil hij. Dus we krijgen, als het goed is, krijgen we daar ook Dreamlights voor nu. Hey, we zijn geleveld. Forcing. Nice. Your campaign can find more items with harvesting across your foods. Kijk, en dan gaan we zelf ook levelen. Hartstikke mooi. Nieuwe level. En dan krijgen we een... Geen idee. Yes, 250 bij. Oh, we komen zo dichtbij. We komen zo dichtbij. Sell 3 vegetables. Oh, dat kan ik ook doen. Dat kunnen we ook doen. We hebben natuurlijk ook heel veel harvest. Ik heb ook heel veel in mijn koffertjes en weet ik het allemaal. Dit gaat lekker. Nou, laten we eens even wat verkopen. Gewoon alle 6, weg ermee. Nou, laten we dat maar niet doen. Laten we de 4 doen. 176 coins. En toen konden we dit ook harvesten. Hoppatee, dankjewel. Gain 500 star coins. Oh my god. Kijk hoe mooi dit is. Dit kunnen we trouwens doen met dit hier. Nightmare Castle. Give your... Oh shit, jullie kunnen dat niet zien. In ieder geval, het is een heel eng kasteel. Dus als we onze huis helemaal hebben geüpgraded, dan kun je ook hier allemaal dingetjes kopen. Superleuk. Collecties. We hebben natuurlijk wat nieuwe vissen erbij. Ja, dat gaat hartstikke goed. Niks aan de hand. Nou, laten we een Onyx verkopen. En we verkopen deze. 460. Oh, dat is net niet genoeg. Laten we die ook doen. 1100. Waarom niet? Laten we het gewoon doen. Oh. En daarmee krijgen we ook weer 250 bij. En dan moeten we er nog eentje doen. En dan hebben we er 5000, denk ik. Even kijken. Harvest 3 bananen. Oh, dat is makkelijk. Volgens mij, waar was die bananenboom ook alweer? Waar was dat ook alweer? Ik weet het niet meer. Oh ja, beneden bij de Dazzle Beach. Kan dat er nog bij? Ja, makkelijk. Zo, hier zo zijn onze bananen. Zitten er 3 aan? Ik hoop het. Ja, mooi. 100 erbij. Oh my god. We moeten er nog eentje doen. Harvest 3 appels. Waar waren de appels ook alweer? Ik let daar eerlijk gezegd niet heel erg op. Maar dat wel daar. Heel vreemd. Ik weet niet wat we daarmee moeten doen. Kan ik er nou een foto van maken of niet? Nee, er gebeurt helemaal niks als ik daar een foto van maak. Dat is raar. Nou, dat zien we later wel. We gaan eerst die appels doen. Als ik die kan vinden natuurlijk. Dit zijn die berries. Jongens, waar waren die appels? Waren die appels niet ergens hier? Wacht eventjes. Was het niet hier? Nee. Ik hoor trouwens wat glinsteren. Oh, dat is wat ik zelf heb gedaan. Dat is nou weer iets raars. Oh, de appelboom zit natuurlijk naast mijn huisje.
En daarmee hebben we 100 Dreamlights. En dan hebben we 5000 Dreamlights. Dus we kunnen eindelijk naar een nieuwe bio. Maar niet voordat we dit hebben gedaan. Harvesten. Geef hem maar eventjes mijn crops. Dit moet even gewaterd worden volgens mij. Want tomaten moet je geloof ik 3 keer water geven. Of 2 keer. Goed mensen, het is zover. We gaan naar de Glade of Trust. Zo heet het. Toch of niet? Waar zit het nou? Ja, hier is het. Je kunt op 2 verschillende manieren erheen. Ik denk al straks neem ik het verkeerde pad. Daar gaan we jongens. Investigate. Oh, hello. Be sure to add the Glade of Trust to your travel plans. After you remove the knife, forms a clear path that is. Lots to learn here. Lots to learn. Nou, vriend, ik wil alleen maar klei hebben. Let's go to the Glade of Trust. Daar gaan we. Marvelous. Oh my god. Oh my god. Daar zijn we. En daarmee unlockte ik iets. 300. Remove giant knife forms from biomes. Dus we hebben nu 3 biomes in totaal geunlocked. Wat ontzettend gaaf dit. En nu krijgen we dus ook allemaal nieuwe dingen tot onze beschikking. Ik weet trouwens niet hoe we dit weg kunnen krijgen. Er zit namelijk een schatkistje, zie je dat? Maar dat zit helemaal omringd door een soort paddenstoelen. Maar ik weet niet hoe ik daar moet komen. Nou goed, wat kunnen we hier doen? Oh, dat is weer een kraapje van Govi. Good day to you. 2000. Nou, dat heb ik net niet, dus dat gaan we niet doen. Kan ik wel makkelijk krijgen, daar niet van. Maar ik ben op zoek naar het klei. En volgens mij is dit het, of niet? Ja, volgens mij wel. Is dit klei? Ja, dit is klei. Nieuw crafting recipe unlocked. Nice. Dus we gaan gewoon lekker graven. En dan gaan we zo meteen dat klei pakken. Maar zo te zien vinden we niet alleen maar klei. Oh. Een nieuwe orb. Wat is dit voor orb? Is het een foto? Ik denk dat het een foto is. Ja, het is een foto van. Oh, we krijgen nu 2 stukken van een foto. Ik heb nog steeds geen idee wat dat is. We hebben nu 13 van de 25 klei. En dan denk ik dat het Iron Ingot ook in een andere biome zit. Ik denk dat het een hele grote opdracht is, jongens. En toen was heel mijn energie op. Kijk, daar is onze mooie kleipit. En dan gaan we gewoon weer lekker graven. Hopen dat we wat klei naar boven halen. We hebben hier zo trouwens die put waarmee we kunnen snel reizen. Kunnen we dat dan doen? Even kijken of dat kan. Hoeveel kost dat? 5000. Nou, ik denk dat we dat een andere keer doen, McDuck. Laten we hier zo ook even wat verwijderen. Even kijken. Oh god, zitten we helemaal vol, jongens. Dit is ons klei. Dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. Ik zit even te zoeken of we nog meer plekken hebben. Ja, natuurlijk. We kunnen hier ook nog graven. Dat zijn 3 coins. Oh, ik vind geen klei meer, jongens. En ik ben ook weer heel erg moe bijna. Het is wel heel erg donker in de Glade of Trust. Het is niet een hele gezellige plek, geloof ik. Wat ik kan doen, is eventjes wat meenemen om te verkopen. Want ik heb natuurlijk heel veel edelstenen. Waarmee we makkelijk iets kunnen kopen. 640, cel. Even kijken, laten we dat transferen. Ja, 2000 shiny... Ik ben altijd bang, of ik ben bang om dit te verkopen. Weet je waarom? Straks hebben we het ineens nodig en dan heb ik het niet meer. Maar ja, we moeten ook een keer wat verkopen. We kunnen niet de hele tijd met alles... Even kijken hoor, split. Het gaat dan natuurlijk weer niet. Dan moet ik weer wat eruit gooien hier. Laat ik dan even kijken. Wat gaat er dan uit? Laten we die emerald eruit doen. Dan gaan we eventjes een paar gems verkopen. Ja, Govi. Ik wil graag wat verkopen. Deze gaan weg. En deze gaan allemaal weg. Kijk, en dan krijgen we toch weer 2000 euro voor. Of euro van die coins. Hebben we 3800 in totaal. En daarmee kunnen we dus dat kraampje opzetten in de Glade of Trust. Dus ja, we zijn op zich lekker bezig, maar het gaat niet snel. Het gaat geleidelijk. Wat is dit trouwens voor boompje? Wat zit hierin? Wat is dat? Zijn er een soort walnoten of niet? Wat is dat? Oh, cacao. Oh, dat is chocola. A flavorful bean you can pick from trees. Cacaobootjes. Dat is ook leuk. Daar kunnen we natuurlijk een nieuw eten van maken. Oké, wat is boeien? Naar die kraam of die put? Laten we dit doen. Oh, greetings, neighbor. 2000. Ai. Ja, dat wil ik. Eens even kijken. Wat kunnen we hier gaan kopen? Wat zijn dat? Hé, dat hebben we toch al of niet? Maar we moeten een upgraden natuurlijk. En dan krijgen we meer. Wat is dit? Browse. Govi. Even kijken, wat is dit dan? Okra.
geen idee wat het is. En het is rijst. Oh. Oké. Okay. Oh, dat is heel erg duur, okra. 171. Jeetje. Nou, ik denk dat ik dit even aan me voorbij laat gaan, Govi. Sorry. Maar we zijn natuurlijk nog steeds bezig met dat klei. Kan ik dat hier ook doen? Ja, hier ligt ook klei. Het is een beetje alsof je aan het gokken bent met dit spel. Je moet gewoon eigenlijk gewoon geluk hebben dat je zeg maar klei vindt. Überhaupt. Net zoals met emeralds. Ik heb gewoon nog steeds geen emerald gevonden. Niks. Want als ik die emerald vind, dan kunnen we die andere missie voltooien. Maar ja, je kunt beter gewoon iets anders doen. En als je dan toevallig een emerald vindt, dan kun je dat andere weer afmaken. Dit is trouwens allemaal klei. Dat wist ik niet. Ik dacht dat dat gewoon het pad was. 25. Eindelijk, jongens. We hebben genoeg klei. Wat is dit? Een nieuwe orb van een nieuw gebied? Wat is het? Hé, dat is natuurlijk... Hoe heet ze nou? Jongens, oh, kom op. Ariel, natuurlijk. Nou, dat kostte 5000, dat gaan we niet doen. Kan ik nog wat meenemen? Ja, laten we dan eventjes gaan vissen. Want ik ben wel benieuwd wat we hier kunnen vangen. Ja, ik heb beet, daar gaan we. Waarschijnlijk is het nog moeilijker hier. Oh, oh, dat is een kreeftje. Oh, dat is mooi. Waarom komt Mickey steeds bij me? Is dat omdat hij... Wacht even, dus heb ik hem de skill van het vissen gegeven? Volgens mij wel. Ja, het is wel een hele mooie biome dit. Zie je dat? Het is heel duister, heel donker, maar het is wel leuk. Het heeft wel een sterk contrast met waar wij zeg maar vandaan komen in ieder geval. Goed, een korte samenvatting. We hebben de helft van ons hout. We hebben alle klei gevonden in de trust of the force of trust. Waar gaan we nou dat iron ingot krijgen of het touw? Geen idee. Wat ik wel weet is dat we hier eventjes wat hout kunnen pakken. Oké, goed. Ik wil weten hoe ik dat touw maak. Kunnen we dat doen met de workbench? We hebben natuurlijk ook al even niet meer aangezeten. Dus even kijken of we daar nog wat kunnen doen. Oh, kijk. Hoppatee. We hebben hier zo steen. We hebben fiber. Dit lijkt wel op touw natuurlijk. Iron ingot. Dat moeten we ook hebben. Laten we eens even kijken. Kijk, dat kunnen we dus doen met... Oh, dat kun je net... Ja, dat kun je wel zien. Iron ore en coal. Oké. Iron ingot. Store drop of the, on the ground. Oh god. Het zit weer vol, jongens. Oké, dus we moeten 10 iron ingot hebben. Oh, dat kan ik niet. Ik kan maar tot 4. Oké, dus het is heel erg heel belangrijk. Ik had namelijk al gehoord van iemand dat ik dit sowieso moest bewaren, dat iron ore. Want dat heb ik heel hard nodig. Nou, dat schijnt wel. Laten we er dan gewoon 4 maken voor nu. Hoppatee, daar gaan we. Hoppatee, er komen ook allemaal dingetjes bij wat we kunnen maken. Hartstikke leuk. En dan dat fiber. Hoe doen we dat? Oh, dat maken we van seaweed. Dat is leuk. Nou, laten we dat ook doen. Dan hebben we dat ook gemaakt. En dan kunnen we voor de rest helemaal niks. We krijgen ook allemaal nieuwe recepten nu. Dat we dingen kunnen maken. Omdat we natuurlijk ook voor de eerste keer met dit hebben gewerkt. Dus we hebben nu... Even kijken. 4 van de 10... Dat is nog niet genoeg. Dan hebben we 5 fibers. En dat kunnen we dus maken van zeewier. Dus ja, dat kan ook een heel tijdrovend klusje gaan worden. Wat is er met Remy? Remy, wat is er aan de hand, jongen? Laten we eens even kijken. Oh ja, tuurlijk. We hebben die bag of ingredients bij ons. Dat kunnen we aan hem geven. Alsjeblieft. We krijgen waarschijnlijk een nieuw receptje of zo. Hey, it's you. My bag of ingredients. I thought I'd never get this bag. No. I had a little misunderstanding with one of the raccoons in the Forest of Failure. He grabbed the bag and ran off. I thought I'd never get finish my errands. Kan ik helpen? Huh. Actually, now that you mention it, I could really use your help. What do you need? Well, these were ingredients for some special deliveries. Yeah. I wanted to make meals to thank everyone who stayed behind to take care of the valley during the forgetting. I'd love to help whatever again. I really appreciate it. My little thank you isn't going so well. Oké, dus we moeten gewoon wat maken. Making some meals for Merlin, Mickey, Mr. Duck and Goofy. Oké. You've been pretty great, Joseph in the past. Oké, dus we moeten gewoon wat gaan brouwen voor hem. En we krijgen trouwens 4 boter, we krijgen 4 kaas, 4 eieren en 4 melk. En ja, daar moeten we dus mee gaan koken, denk ik. Oh god, het zit weer vol, jongens. Het is weer zover. Oké, ik heb er even wat uitgegooid, zodat we weer verder kunnen. En zo te zien zijn onze tomaatjes ook klaar. En dat kan ik natuurlijk weer niet doen, want alles zit vol. En dan denk ik dat ik gedwongen ben om nog een kistje te gaan maken. Want ik heb gewoon helemaal geen ruimte. Je hebt zoveel dingen in dit spel. Het is ongelooflijk, jongens. Het is zoveel. En volgens mij heb ik daar de middelen voor om dat te kunnen maken. Even kijken hoor, waar stond dat ook alweer? We kunnen ook een radio maken, daar ben ik niet geïnteresseerd in.
Ik wil graag een small chest maken, juist. Hartstikke fijn. Dan gaan we dat even neerzetten. Ik zie hier nog trouwens wat hout. Dat is natuurlijk ontzettend handig voor onze grote opdracht van Govi. De Mysterious Wreck. En dan denk ik dat ik dat kistje hier ga neerzetten ergens. Even kijken, waar staat dat ook alweer? Juist hier, small chest. Zo, dan kunnen we weer wat erin gaan gooien. Nou, laten we dat hout of dat fiber erin doen. En toen had ik 3 kistjes. En ik denk dat dit nog wel eventjes doorgaat. Ik denk dat we straks eindigen met een stuk of 20 kistjes. Lieve volgers, dit was weer een aflevering van Dreamlight Valley. Laat me eventjes weten waar jij bent in het verhaal. Daar ben ik echt ontzettend benieuwd naar. Want ik ben zelf ook heel erg druk, maar ik ben vooral heel erg benieuwd naar wat jullie allemaal aan het doen zijn. Dus laat het eventjes weten. Als je de video leuk vond, vergeet hem dan niet eventjes te liken of te abonneren als je nieuw bent. En dan hoop ik je natuurlijk weer in een nieuwe video te zien met mij in Dreamlight Valley. Tot dan, doei doei!